Nu studenten niet meer verplicht van thuis les moeten volgen, blijken ze toch het comfort van hun kot te verkiezen boven de aula. De VUB vond de perfecte oplossing om de aula's terug te vullen. Wij merken dat de studenten wegblijven uit de aula. Dat is natuurlijk jammer. En dat komt volgens ons omdat de studenten het comfort van hun studentenkamer missen. En daarom dachten wij, als de studenten niet naar de aula komen, dan brengen wij gewoon de aula naar... Dan maken wij van de aula een beetje meer een studentenkot. Ja, en dan begint je wat te brainstormen. Hè. Wat maakt een kot nu juist tot een kot? Kijk, allereerst, verspreid over de aula, vind je dus een afwas van een aantal weken. En wat zegt er meer kot dan een gezamenlijke frigo? Al deze producten zijn vervallen. Hier hebben we bijvoorbeeld ook een potje yoghurt dat ooit van een of andere Olivia is geweest. Dat is perfect. We hebben verkeersborden. Een half opgegeten durum. Een winkelkar. En dan natuurlijk een sofa waarin een jonge man ligt die je nog nooit hebt gezien. Ik ben een vriend van Emma. Emma? Geen idee. Dit hier is Matthijs. Die zorgt voor die typische kot cannabisgeur. En ook voor de ongewassen man met katergeur, als je het mij vraagt. Dus dat is een win-win. En is dat ook een student? Nee. Dat is onze prof vergelijkende literatuur. En wat is de ultieme kotervaring zonder dat storende geluid vanuit de kamer naast u? Sorry. Dit zijn Tom en Fien. En die zitten in de aula hiernaast. Die zijn nog maar net samen, dus dat is 24 op 7. Mannekes, kan dat wat stiller? We hebben onze studenten ook echt op het hart gedrukt dat ze net zoals op hun kot comfortabele kledij mogen dragen. Zelfs als dat een pyjama is. Zolang ze zich maar op hun gemak voelen, hè.